by the way, just got in town. And I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. Usually I don't do this often, but since recruiting isn't an option due to unusual rain and thunder, baby, I wonder, baby, I wonder, would you? Ontspan, relax, relax, het zit erop. Oh, dit lijkt me zo lastig. Al die armen en die handen, maar alle kanten de hele tijd op. Het zag er voor mij op het eerste oog echt gewoon heel cool uit. Laurien, hoe was het voor jou? Heb jij iets gezien in deze synchrone dans wat niet synchroon was? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, het was echt een spiegelbeeld. Echt. Lekker! Ik vind het ook heel leuk dat jullie de meisjes hebben gebruikt als rode draad doorheen het stuk. Dat was een beetje anders. Dat was een nieuw elementje. Dat was heel fijn om naar te kijken. Ik ga jullie een paar momentjes laten zien, zodat jullie ook zien hoe mooi jullie samen zijn. Hè? Echt gek. Nog een ander momentje dat ik ook heel leuk vond. Heel mechanisch, maar kijk eens hoe mooi samen dat jullie zijn. Ja, nee, echt. Heel, heel goed. Jullie hebben deze challenge echt geneeld. Ik geef jullie een welverdiende 8. Een 8! Timor. Ja, guys. Ik bedoel, of het synchroon was, dat was gewoon een understatement. Het was echt heel goed. Jullie coördinatie is echt gruwelijk. Want jullie hebben heel veel kleine elementen. En even om dat moment aan te halen in de choreografie hier. Ja, hier komen jullie met een groove die dan super synchroon is. Kijk eens even, jongens. Even serieus. Dat lopen. Yes, en hier zo, doet hij een soort isolatie. Let op, let op, let op, let op. Yes. En dan krijgt hij hier, je krijgt een soort ripple. Maar kijk eens even, is gewoon identical. Gewoon. Gewoon precies hetzelfde. Het is niet normaal. Voor mij een 8,5. Ja. Ik hou heel erg van wat jullie doen. Ik vind het gewoon heel tof en heel mooi. En ik hou ook van jullie vibe, want jullie hebben iets heel erg rustigs en daarmee ook iets heel vriendelijks. Een heel klein puntje van kritiek, want zij hebben al hele mooie fragmenten laten zien. Voor een niet getrainde danskijker zou je misschien bij dit derde optreden wel denken, dit heb ik wel al gezien. Weet je wat ik bedoel? Omdat jullie hebben zo'n specifieke stijl dat het wel soms dan een beetje op elkaar gaat lijken, ondanks dat je er andere muziek op zet. Maar ik hou gewoon heel erg van wat jullie doen. En daarom van mij, net als Laurien, een dikke 8.